Het verhaal van de destijds 16-jarige Ivana was te zien in 2015. En toen kampte ze met behoorlijk wat mentale problemen als borderline, Asperger en ze was hoogbegaafd. Nou ja, ik heb eigenlijk wat ik altijd noem het pretpakket. Door het laag zelfbeeld ben ik extreem perfectionistisch en ik heb heel veel angst ook voor de toekomst en dat ik het niet goed genoeg doe. Mijn stemming kan daardoor snel omslaan als ik geen goede dag heb. Waaraan ga ik nou echt merken dat jij Asperger hebt en borderline en iets met taal wat heel goed zit in je hoofd? Dat merk je eigenlijk vooral als er echt onduidelijkheid is. Okay. Dus als er iets een beetje in de soep dreigt te lopen. Ja. En dat ik dus inderdaad als sarcasme vaak niet begrijp. Dus als ik zeg ik heb geen idee wat de volgende vraag is? Ja, maar dat ja, het gewoon even niet meer. Ja, ik weet het gewoon even niet meer. Oké. Okay. Ik loop me nu echt te pesten. Maar nou kan ik wel met zekerheid zeggen dat deze oud-kandidaat de grootste verandering heeft doorgemaakt. Kan ik iets voor je doen? Ja, ik heb vanmiddag een feestje. Ja. En ik ben eigenlijk op zoek naar iets. Je bent Pepijn? Ja. Wat is er gebeurd? Waar moet ik beginnen? Ik heb op een gegeven moment kwam ik er bij mezelf achter dat ik trans ben. Hoe kwam dat dan? Achteraf gezien wist ik het eigenlijk al best wel lang. Echt al toen ik een jaar of 8 was, zoiets. Maar ik heb het zo erg geprobeerd te verstoppen voor mezelf. Dat, nou ja, tot in de extreme, wat je toen ook wel zag, natuurlijk, in die uitzending. Iedereen loopt hier in kostuum en niets is gek of raar. Je mag aantrekken wat je wil. Ja, dat vind je fijn. Ja. Snap ik wel. Nee, gewoon niet. Het is een soort vrijheid hier. Ja, heb je die dan niet in het dagelijks leven? Of minder? Minder. Wanneer kwam toen dat kantelpunt van, oké, dit gaat veranderen? Het ging gewoon echt niet goed met me. Ik zat echt niet goed in mijn vel. Ik was gewoon best wel depressief ook. En ik klaagde daarover vaak bij een vriendin van me. Maar ja, zij was het op een gegeven moment mijn gezeur zo zat dat ze gewoon een keer in ruzie heeft gezegd van, oké, weet je, je hebt twee opties. Of je gaat je nu aanmelden bij het ziekenhuis en je gaat die behandeling in en je gaat hormonen nemen en operaties en je wordt gewoon gelukkig waarschijnlijk. Of je gaat zo door zoals je nu bezig bent. Maar dan hoef je niet meer bij mij aan te komen met je gezeur en je klachten over van alles en nog wat. Kijk, ik heb bijvoorbeeld ook zoiets. Lekker zomers, dus linnen. Natuurlijk voor een feestje ook ideaal, als het lekker warm is. Ja. En dan is dit wat luchtiger. Ja, dat is inderdaad dat hele dunne, ja, dunne stof. Echt, ja, echt super zomers. Ja. In een aantal kleuren, dus kun je even kijken wat je leuk vindt. Oké. Ja? Ja. Nou, nee, vind ik wel goed. Oké. Nou, ik heb me dus aangemeld bij het ziekenhuis. Ben hormonen gaan nemen. Operaties gehad. Welke heb je dan gehad? Ik heb de borstoperatie gehad. En ik heb mijn baarmoeder en eierstokken laten verwijderen. Nu een jaar geleden. Dus voor mijn gevoel is het nu gewoon klaar. Dit is het. En hier ga ik het mee doen. Oké, als u... Dank u. Wat een energie zit er in jou. Nee. Ja, ik ben altijd heel druk bezig. Ja, ik zie het. Ik vind het ook heel moeilijk om me te vervelen. Dat kan ik gewoon niet. Sta stil. Ja, dan moet ik gewoon heel erg... En hou 10 seconden in je mond. Ja. Probeer het eens. Ja, dat is... 1. Dat vind ik echt heel moeilijk. Ja, goeie lach. Hoe anders was jij in die aflevering met hoe jij nu bent? Ja, wereld van verschil. Ze dachten dus dat ik autisme had. Dat is dus niet zo. Die diagnose is ongeldig verklaard door de genderpoli uiteindelijk. Maar nou zeg je dat het autisme geen ding is. Maar in die vorige aflevering toen, met Tim die te laat kwam, ja, zeg maar, alles ging helemaal verkeerd. Bijna 10:30. En ze zijn er nog niet. Er wel... Nee, maar ik denk dat ze nog steeds vaststaan. Het gaat weer lekker gesmeerd. Yes! God. Maar waar kwam dat dan toen vandaan? Nou, echt twee oorzaken. Eén, alles in die tijd stond ongeveer op losse schroeven. Op dat moment in mijn leven. Dus ik hield me heel sterk vast aan het laatste beetje structuur dat ik nog een beetje had. Maar ook omdat ik was, doordat ik die genderdysforie eigenlijk, nou ja, dat allemaal opkropte, was ik in feite continu gespannen. Ik stond de hele tijd onder spanning. En als er dan ook maar iets misging, dan werd dat dus nog erger. Ik dacht dus nog helemaal, oh nou, ik ga op tijd komen. Anders dan heb jij een of andere lijpe dag met allemaal. Maar dat is gewoon helemaal niet meer... Nee, ik kom nu zelfs soms ook al eens te laat. Oh, spreek het niet uit! Pas op jij, want ik...
Dit zit wel mooi, hè? Ja, dat zit prima inderdaad. Destijds werd er bij jou gesproken over Asperger, wat nog meer? Borderline. Hoogbegaafdheid, borderline. Prikkelbare darmsyndroom, ja. Hoe zit dat lijstje nu? Wat heb je nu? Ja. Of heb je niks? Nou, ik ben nog steeds hoogbegaafd. Ja? Gefeliciteerd. Ja, bedankt. Ik heb nog steeds prikkelbare darmsyndroom, maar doordat ik nu veel minder stress heb, heb ik daar veel minder last van. Ja, en die Asperger en borderline, dat is dus gewoon, hoe onzinnig en raar het ook klinkt, die zijn gewoon van de baan. Hey, heel veel plezier ermee. Bedankt. En veel plezier vanavond, op je feestje. Komt goed. Tot de volgende keer. Doei. Hoi. Bij Pepijn is het inmiddels tijd voor het feest dat hij heeft georganiseerd voor zijn studentenvereniging. En ik ben natuurlijk nooit te beroerd om even te helpen. Super, leuk. Feestje. Oké, hier? Ja. Oké. Weet eigenlijk iedereen van de commissie wat jij vroeger bent geweest? Ja. Ik heb het wel gezegd. En hoe reageerde iedereen? Het was totaal geen ding. Iedereen was er gewoon oké mee en geen rare reacties gehad of zo. Maar was je dan bang voor de reactie van mensen? Nee, eigenlijk niet. Ik heb helemaal niet zoveel slechte reacties gehad überhaupt. Nou, gelukkig. Dus ik denk op één hand te tellen. Wat voor school zit je eigenlijk? Nu zit ik op speciaal onderwijs. Aha. Vanwege mijn behandeling. Want dat kun je eigenlijk niet op een normale school zitten. Want je mist gewoon daardoor te veel lesuren. Wat voor niveau doe je dan? Ja, nu doe ik VMBO. En ik hoor eigenlijk gewoon thuis op het VWO. Shit. Ja. Dus je verveelt je echt tyfus dan? Ja, vaak wel. Maar even, studentenvereniging, dat is wel wat anders dan speciaal onderwijs de vorige keer. Ja, zeker. Zeker. En wat ga je nu dan doen? Kunstmatige intelligentie. Oeh. Ja. Dus je bent nog steeds wel heel nerdig. Ja, zeker. Even. Want dat was je toen ook. Zeker, ja. De hulptroepen. Hey, ze zijn er. Ze zijn er. Hey. Hoi, ik ben Jurre Aangaan. We mogen alleen met onze voet. Ja. Yo. Nou jongens, op een hele gezellige en goede avond, lijkt mij. Cheers! Cheers! Op twee leven. Proost! Hey! 1,5 meter, maar 4 meter. Kijk, heerlijk. Hey, wat vind jij Pepijn nou een beetje voor gast? Kijk, Pepijn heeft vroeger gewoon een heel slecht paar kaarten gekregen. Dat was bijzonder vervelend, dat heeft hij overkomen. Mm. Want jij hebt dus de aflevering gezien, die vorige. Ja. Wat vind jij het grootste verschil van toen en nu? Nou, hij lijkt een stuk rustiger te zijn, maar ja, vergeleken met die aflevering ook niet zo moeilijk. Ja. Maar ook die zelfhaat waar hij het over heeft bijvoorbeeld. Ben je vrienden met jezelf? Nee, ik vind mezelf afschuwelijk. Zeg je lachend ook? Ja. Ja, nee, ik vind dat het ook gewoon waar is. Ik haat mezelf het meeste van iedereen die ik ken eigenlijk. Heftig. Ja. Ja. Dat is iets wat toch echt. Nee, daar heb ik eigenlijk niks van gemerkt. Ik zie gewoon hier iemand, een gast die zijn leven leidt, zeg maar. En dat is gewoon. Zoals het eruit ziet in elk geval, een heel gezellig leven. Dus. Wat dat betreft vind ik eigenlijk ook een soort van jaloers. Ik denk dat eigenlijk iedereen ook wel een soort van jaloers erop moet zijn. Ja. Hey, en vriendjes? Kan dat? Ja, dat is echt. Ja, dat is een beetje een drama. Ja? Klein beetje, maar. Hoezo? Nou, in het begin gaat het heel goed. En dan na een week of twee komen ze erachter van, oh, ze menen het wel serieus met dat het best wel moeilijk is. Ja. En dan haken ze af. Dan zeggen ze, klaar. Doei Ivana. Ja. Hoe is het met de liefde? Ja, heel erg goed. Ja? Ja, ik heb nu een jaar relatie. Ongeveer, dus. Maar een jaar is langer dan 2 weken. Het is weet langer je nog dan dat je dit zei? Ja. Ik hoop dat iemand het langer dan 2 weken met me volhoudt. Het is langer dan ik tot nu toe in ieder geval met iemand heb gehad. Dus en het voelt heel erg goed. En ja, ik ben gewoon heel erg blij met mijn vriendje. Dus, ja. Ja. Oh ja, want daar was ik benieuwd naar. Toen viel je namelijk op jongens. Mm-hmm. En dat is zo gebleven dus. Ja.
Wat vind jij nou echt het grootste verschil tussen het meisje van toen en de Pepijn die je nu bent? Ik kijk uit naar de toekomst. Ik heb ook gewoon een toekomst. Goed, man. Daar moeten we op proosten, maar je hebt geen bier. Dus laten we bier gaan halen. Goed idee? Vind ik een heel goed idee. Chill.